Thank you Welkom uh, aan jou, luisteraar, bezoeker van deze podcast van internationaal filmfestival Assen, Vrouw en Film. Die podcast hebben we Mother is Myth genoemd, op goed Nederlands, over de mythe van de moeder in films. Daar gaan we over praten. Mijn naam is Galinda Heijwegen, ik mag al jaren met heel veel plezier voor IFA programma's presenteren en deze keer is het in deze vorm. En mijn gasten stel ik zo aan je voor. Ze staat in de keuken, ze zorgt voor de kinderen, heeft zelden of nooit seks. En is kortom, meestal het meest onzichtbare en saaiste personage in films, als er al een rol voor haar is weggelegd. May we present to you de moeder. Een beetje naar aanleiding van Petit Maman, de meest recente film van de Franse regisseur Céline Chama... die het uh, portret de la Jeune fille en feu ook maakte een paar jaar geleden. Uh, Petit Maman draait op Iva of draaide als je deze podcast na 13 maart luistert, kan ook, besteedt het festival in deze IFA-perspectief editie aandacht aan de rol van de moeder in films. Die gelukkig ook langzaam, maar zeker aan het veranderen is. Er zijn meer films die tijdens het festival vertoond worden, of werden, die van moeders net echte mensen maken. Bijvoorbeeld ook Madres Paralelas van Pedro Moldova. Moeders die een kind opgeven, het allemaal niet zo leuk vinden, gewoon ook werken, hun lichaam niet meer herkennen. Kortom, dat nieuwe beeld staat centraal. Daarover en nog over veel meer gaan we praten met Liefnad Faber, mediadeskundige en doula. Jeroen de Jong, film- en literatuurwetenschapper, organisator van onder andere vaderschapstrainingen, maar hij doet nog veel meer. Liefnad trouwens ook. En uh, Jeroen, bekend van zijn Praktijkvader podcast, zoek die op. En Henriette Poelman, artistiek leider van IVE. De techniek door van der Put. Uh, als aftrap. Ik heb wat onderzoek gedaan naar moeders in films. En eerlijk gezegd wordt er over de rol van de moeder in films net zo weinig geschreven als haar rol als personage vaak klein is. Wat clichés. Ze is een rots in de branding. Ze zorgt niet alleen voor haar eigen kinderen, maar eigenlijk voor iedereen. Het is hard werk en heel complex om een moeder te zijn. Ze is er vaak slechts in relatie tot anderen. Met andere woorden, het gaat nooit echt over haar. En naast die goede mama's hebben we ook, let op, de valse slechte moeders, die bijvoorbeeld hun zonen aanzetten tot moord. Denk aan Psycho van Hitchcock. De zwangere, dus aanstaande moeders, die knettergek zijn. Rosemary's baby. Moeders die knettergek zijn. Carrie. En daar gaan we even naar luisteren. Hoe dat gaat. Go away Stop it, mama! Stop hurting yourself, mama! He's gonna laugh at you not They're not all gonna life. laugh at you! You can stay here with me. I don't wanna stay with you, Mama! Look, I'll answer the door and I'll tell him that you're sick! I'll you tell him that you changed your time. mind. Sit down and be quiet! A gezellig begin. Ik hoop dat iedereen die de podcast luistert het ook leuk vindt, hier wordt er al gelachen. Uh, liefnat, uh, jouw reactie op dit geluidsfragment uit Carrie. de film van Brian de Palma uit 1976. Nou, volgens mij horen we allemaal een, een hartstikke knotsgekke moeder. Iemand die zichzelf pijn aan het doen is, terwijl ze de dochter probeert te overtuigen om uh, heel kuis, thuis te blijven. En de dochter die roept. Stop hurting yourself, mama. Uh, in de trailer van de film wordt ook wel gezegd: The girl who lives in the crazy house with that crazy mother. De moeder wordt al neergezet als uh, de knotsgekke, totaal gestoorde vrouw. Um, maar in de film, uh, wat er eigenlijk doorheen, doorheen speelt, is dat ze, uh, dat ze dat ideaal van kuisheid hoog wil houden. Seks, bloed, dat zijn allemaal uh, zondes als je dat begaat. En dat is eigenlijk een soort erfschuld die je hebt gekregen. En dat is eigenlijk het web waar de moeder in verstrikt dreigt te raken. Ze moet perfect zijn, die heilige, maar ja, ze heeft al gebaard, dus ze heeft seks gehad. Uh, ze is niet meer die heilige. En wat nu? Nu is haar rol of haar plicht is om die dochter dat over te brengen. Dat je dus kuis moet zijn. En um, dat is iets heel erg ingewikkeld. Dat lukt dus ook niet. En dan word je gek. Dat is eigenlijk even. Kort, kort gezegd, wat er en, met een moeder gebeurt. Ja. ja, en dan besluit de regisseur hè, om het zo hysterisch als dit bijvoorbeeld ja, te laten zien. Precies. Ja, we, hebben, we hoeven niet eens te zien, het, het horen is al horror genoeg. De hysterische moeder. De hysterische moeder. We gaan even verder. Als mediadeskundige, filmwetenschapper die je bent en ook doula, uh, heb je een aantal jaren geleden die beide krachten in jezelf verenigd en een Filmprogramma over bevallingen in films gepresenteerd. Ik dacht laten dus begin, we uh, beginnen, de start van het moederschap. Hoe dat er bijna altijd. Ik overdrijf een beetje, maar toch voor, verzekerend verleden vaak belachelijk uitziet. Uh, zoals je me in de voorbereidingen van de podcast kort maar krachtig vertelde, poepen doe je ook liever niet liggend. Toen begreep ik het. <laughs> Toch, de meeste vrouwen in films liggen te puffen, vaak een ijzingwekkende geel en vervolgens is daar het kind. Mannen naast of niet, vol trots, flauwvallend, overbodig, whatever. Um, laten we ook hier even naar, eerst naar een filmfragment luisteren. Het is een, een stukje uit The Hunter, 1980, met Steve McQueen. Dit was zijn laatste film. En hij is de aanstaande vader die zijn vriendin gehaast in de auto naar het ziekenhuis brengt. Zij staat op springen en hoor hem uh, commanderen. begint met gierende banden. Luistert en huivert. Oh God, I push. Flow, oh. flow. Oh. Breathe through the pain. Oh Jesus. Oh, it's coming. No! Oh. 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 No, zijn we're almost there. Almost there. Oh, it's too late. No, it's not. Now, this is your coach. Relax. Relax. Relax, relax. Relax, geroepen. relax en dan valt hij flauw hè? Met, met ja. gierende ja. banden. Mm -hmm. nou, vertel me maar jouw reactie op dit fragment. Uh, nou, er is heel veel stress, heel veel adrenaline. Uh, ze is al hartstikke ver aan het baren, want ze zegt het komt er nu aan. Uh, ze zit ergens al uh, in die tweede fase, waarschijnlijk vlak voordat ze uh, uh, uh. Nou ja, ze voelt hem al komen. Zeg maar. maar wat hier natuurlijk gebeurt is dat uh, de, de man die naast haar zit, wat volgens mij de vader is van de ja. baby, die, uh, die zegt heel, heel hard wat ze moet doen. Ze moet uh, puffen. Nee, hij komt hij nu aan? Nee, dat komt hij niet. <laughs> en ook, hij, hij zegt het ook. En dat is wat heel veel in films gebeurt zonder dat het uh, gezegd wordt. Maar een ander weet het beter. En hij zegt letterlijk: Ik ben de coach. Ja. Ik ga je nu zeggen wat je moet doen. Hij heeft ook het stuur. Hij heeft He? ook het stuur. In dit geval heel, heel aangenaam, heel prettig. Ik bedoel, ik zou niet. Uh, Willen baren en moeten rijden. Dus, maar inderdaad, hij heeft het stuur en hij, ja. hij zegt wat er moet gebeuren. Ja. Nou vind ik, wat ik mooi vind wel aan deze scène is dat zij zich niet heel erg uh, door hem. Ze is niet echt overdonderd doordat hij zegt: stop. Ze gaat gewoon door. Ja, maar ze kan ook niet ja. veel anders, toch? Nee, maar het zal je verbazen dat in, in, an, dat in andere films vrouwen ja. uh, wel stoppen. Als een man schreeuwt dat het moet, dan ja. uh, gedraagt ze ja, zich. Ja, of ga op je rug liggen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus dat onderdanige, dat heb je in ja. deze scène toch minder. Ja. Dus. Nou, hij, hij legt haar uh, een paar seconden verder, dat hoorden we nu niet. Hij legt haar wel op haar rug in de auto La en laat haar <laughs> daar liggen. Uh, en rent het ziekenhuis in om uh, hulp te zoeken. En daar kan zij niet meer van herstellen, omdat ze al zo ver heen is... dat ze dus wat plat moet blijven liggen. Dat vond ik ook wel... En het is allemaal grappig bedoeld... Maar dit is geen grapje. Dit is geen grapje. Nee. Want wat er eigenlijk heel veel in films gebeurt, is dat de vrouw eigenlijk totaal haar autonomie verliest. Ja. Dus we kunnen kijken naar allerlei dingen, zoals dat er wordt gezegd dat een ander altijd beter weet hoe het moet. Yeah. En die ander, dat kan de partner zijn, maar dat kan ook een, een willekeurige voorbijganger zijn. In sommige films is het de, de inbrekers die, die gaan vertellen uh, wat je moet doen. Of de, de winkelbediende, die, die uh, in de dictator komt die eraan om even in uh, vaginaal touché te doen bij de vrouw die op de grond ligt. Yeah. Uh, de vrouw weet het niet. Iedereen weet het beter dan degene die het kind moet baren. Ja, iedereen weet het beter. Yeah. Dus het gaat hier eigenlijk, en, en dat kan je op verschillende manieren zien in de film, dat de vrouw en haar autonomie en haar handen haar eten. Incies, zoals dat in de filmtaal noemen, haar handelingsbevoegdheid die bestaat eigenlijk niet. Ja. Um, en ik heb daar nogal een voorbeeld van, wat ook wel een beetje te maken heeft met dat idee van dat een vrouw ofwel helemaal een soort perfecte als we het hebben over de moeder, de vrouw als moeder, dat je alles goed moet kunnen, eigenlijk bijna een soort heilige, ja. zowel in dat je dat de daden die je doet uh, dat je die voor een ander doet, de, 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 maar ook een heilige in de zin van uh, maagdelijk, ja. niet seksueel. Dus ja. En in, in, als je kijkt naar bevallingen en hoe die in beeld worden gebracht, dan wordt het, uh, het lichaam eigenlijk altijd, of de vrouw, de barende vrouw, gedesexualiseerd. Dus eigenlijk zien we geen naakt. En iedereen weet, als je moet baren op een gegeven moment, moet die onderbroek uit, want de baby moet eruit. Uh, maar dat zien we niet terug. Dus er zijn altijd kleren, uh, lakens of camerahoeken, uh, perspectieven, hoe dat in beeld wordt gebracht, zodat we maar geen naakt zien. En wanneer we dan toch naakt zien van de vrouw, dan is dat meteen de vagina die in beeld komt, uh, wanneer het hoofdje staat, dus wanneer het, het, het grootste deel van het hoofd nou ja, eigenlijk al buiten is. Ja. En dat zien we dan in een close-up, die dan wordt gemonteerd met een close-up van het hoofd van de vrouw. Ja. Dus het komt maar in een paar films voor, en alle andere films, en uh, heel veel andere films, uh, zie je helemaal geen naakt. En dat stukje, dat is eigenlijk dat edit tussen het hoofd, en de vagina, en het hoofd en de vagina doet eigenlijk het volgende. Dat de vrouw is niet meer deze moeder, deze barende vrouw. Is eigenlijk geen persoon meer. Ze is al in stukjes geknipt. En ook het heeft heel erg te maken met hoe uh, ook pornografie in, beel, uh, in beeld wordt gebracht of wat, hoe daar gemonteerd wordt. Dus ja, want het is eigenlijk zoals vrouwen in veel films uh, ge gevangen worden hè, als, het, als ze geseksualiseerd wordt, dan zie je komt bij Tietek. wijze van spreken. Ja. Dit is niet ja. anders. Dit is niet anders. Maar wat bijzonder is hieraan, is dat, uh, dat het moment waarop een vrouw een kind baart... ...ze eigenlijk twee hoofden heeft, wat een heel erg mooi beeld is. Je, je eigen hoofd en het hoofd van, van de baby die, uh, die uit je komt. En dat is in de filmgeschiedenis, wordt dat niet in beeld gebracht. Dus uh, dat is iets wat super hardnekkig is. Uh, we, want dat is een heel krachtig beeld. Ja. Dat is namelijk de moeder die, die, die ook op dat moment geboren wordt. En dat beeld uh, bestaat niet. Dus je hebt, we zien het naakt niet, dan heb je, oké, okay, we zien wel het naakt, maar nu ben je een object. En wat we kennen, tito komt, tito komt, het is nu vaag in het hoofd, vaag in haar hoofd. Het hoofd schreeuwt. Het hoofd doet niks anders dan een, een, een schreeuw. Een schreeuw is onmacht, een schreeuw is uh, pijn, een schreeuw is, ik ben niet in controle. Um, alles wordt eraan gedaan om de vrouw eigenlijk als een soort, nou ja, dit overkomt je. Uh, je weet niet wat je moet doen om een vrouw zo, zo, zo in beeld te brengen. Het viel me ook op dat de, de, uh, de rol van de man vaak... of vaak in ieder geval in een aantal bevallingsscènes... die ik de laatste weken gekeken heb... toch nog een soort van groter is dan die van de vrouw. Dan ligt zij daar te puffen. En dan gaat het toch nog over hem. Dat hij bijvoorbeeld flauw valt of, of, of uitgescholden wordt. Maar dan draait de camera in sommige scènes letterlijk toch nog... Naar, gaat het toch nog hmm. meer over hem dan over haar dat kan je ook al zien doordat eigenlijk de, uh, de vrouw bijna nooit... het perspectief ligt bijna nooit bij de vrouw. Dus wel dat je in de kamer bent waar de vrouw bevalt, zeg maar. Dat is de objectieve, het objectieve alignment, noem je dat. Dat ben je in de kamer maar nooit het subjectieve. Dus als er al een subjectieve vorm van uh, verbinding is met een, met een karakter... als je het hebt over geboorte, dan is het of met de baby... dan krijg je een point of view van de baby die voor het eerst uh, zo, wow, de wereld ziet... Of van, van de man inderdaad, of van een, 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 een omstander. En de paar keer dat dat wel gebeurt, dat je wel vanuit het perspectief van de vrouw dat ziet, dan is het altijd dat ze op de rug ligt. En dus uh, nou ja, naar, naar, naar de TL-buizen, zeg maar, bij wijze van spreken, kijkt. Het is heel erg wazig en er is paniek. Dus het is zo, die, die beelden gaan zo heen en weer uh, nou ja, wazig en in paniek. En weer dus niet in, niet, ja. niet, niet in controle. Ja. En hetzelfde met geluid. Want de, de vrouw die geeft dan die schreeuw af uh, in de film. En eigenlijk alle andere vormen van geluid die je zou kunnen maken. Ofwel wordt er tegen haar gezegd van nee, 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 nee. Nu moet je puffen. Of nu moet je dit doen of dat doen. Ofwel, er komt gewoon dikke vette muziek vanuit de filmwereld... of vanuit de, de, de soundtrack wordt er overheen gelegd. Mm -hmm. En in sommige films wordt ze zelf uh, letterlijk de mond gesnoerd. In sommige uh, zombiefilms of uh, andere... Er is altijd misschien wel een reden vanuit het genre of zo... Waar, waarom dat logisch lijkt. Maar als je al die scènes naast elkaar legt... dan zie je eigenlijk dat ze de mond wordt gesnoerd. Dus eigenlijk op het moment dat uh, de vrouw de enige is... die daadwerkelijk iets, iets unieks te doen heeft... Um, gaat de focus alsnog naar de persoon die erbij staat? Um, omdat in veel gevallen de man niet iets anders te doen heeft. Um, en dan, dan denk ik, is het dan geschreven voor de man of door een man om daar de focus te leggen? Want precies dat enige wat een man niet kan, wordt dan. De vraag stellen is hem in dit geval een beetje beantwoorden, volgens ja. mij. Waarom opwerpen? Ja. U hoorde Harriet Poelman trouwens uh, al. Um... We gaan heel even verder. Je zou kunnen zeggen als het in de representatie van de mens op de wereld zetten al misgaat. Het kindvaders, moeders. Hè, eigenlijk komt iedereen er bekijkt vanaf. Wat kan je dan verder nog van films verwachten? Nou, daar gaan we het toch over hebben in deze podcast. Jeroen, na de bevalling komt de opvoeding. Daar ben jij professioneel al jarenlang mee bezig. Um, ik zei even lekker kort door de bocht dat vrouwen vaak enorm stereotyp worden afgebeeld in films, zeker moeders. En Liefnat die, uh, die bevestigde dat alleen maar. Natuurlijk geldt dat ook wel voor mannen. Maar mannen zijn wel veel vaker uh, leading. Van moeders weten we dat ze gewoon heel weinig narratief hebben. Hoe zie jij dat opvoeden terug in films in, uh, in de filmgeschiedenis? Nou ja, ik zou het ook nog uren over bevallingen kunnen hebben. Maar dat uh, vind ik zo ontzettend fascinerend, ook wat Henriette net zei. Van, van dat, ik vind dat zo... Nou ja, weet je, ik ben zelf ook vader, dus ik heb daar ook drie keer naast gestaan. En, maar ja, dat... dat, dat je mag ja, gerust nog nou, het, uh, de, haar vraag proberen te beantwoorden. Nou, ik vind het wel heel interessant, omdat, omdat het inderdaad... Wat, wat we elkaar überhaupt denk niet leren en helemaal niet in films zien... Is, 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 is die plek van die man tijdens de bevalling wat een goede plek zou zijn? Of wat een handige plek zou zijn? En dan is het inderdaad als, als, als supporting-rol, maar dan niet zoals Steve King wel pushen, niet, hè, wel aan, maar gewoon als, als een soort, soort stille kracht daarbij, zodat je, ja, zoals ik dat heb ervaren zelf, maar dat je bijdraagt aan de geboorte. Ja, als vrouw beval je, en als man of als vader of als partner of zo, maak je dat mede mogelijk. Maar dat is een beetje een onzichtbare rol. En dat gaat niet altijd over het washandje. Of, maar dus dat is inderdaad onzichtbaar. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat, als we een, een, wel een, een. zoals jij zegt. Ja, hoe zou dat eruit zien als we dat op een goede manier zouden doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gaan onderzoeken. Want het zijn wel de beelden die we die we zelf zien, maar die ook onze kinderen zien. En dan en, vind ik niet dat film altijd educatief hoeft te zijn... maar het is wel een beeld van de werkelijkheid. Het is een soort, uiteindelijk een soort van weerslag toch... van de wereld ja. waarin we leven. Ja, hoe van land. Ja. Ja, en Hoe je naar kijkt. Ja, en dat vertaalt zich wel door. Want jij, jij zei ja, als we de bevalling niet doen... hoe zit het dan met de opvoeding? Ja, dat, dat, is, ja, dat is ook gewoon een dagelijks leven. Niet alleen films. Dus, dus dat, hoe we daarnaar kijken als mensen... dat bepaalt ook hoe we naar kinderen en opvoeding volgens kijken. Dus, mm -hmm. uh, dus ik ben nieuwsgierig naar zo'n film die dat zal ja. laten zien. Ja. Um, mijn, de vraag die ik stelde was natuurlijk veel te groot. Hè? Hoe zie je het opvoeden in de filmgeschiedenis? Nou, dat, dat belachelijk eigenlijk, excuus daarvoor. Maar kan je daar wel iets over zeggen? Oh ja, het is ontzettend fascinerend. Want als je kijkt naar vaderschap of opvoeden in films, is dat, is, is dat, dat is een heel groot thema. De vader is, een, is, is niet alleen maar een personage in film, maar is gewoon een thema. En, want of hij is er niet, en, en bij alle grote mythes uh, zie je dat. dat dat, dat de held is vaak een wees Frodo heeft geen vader, Harry Potter heeft geen, helemaal geen ouders. Uh, nou ja, Marvel, Spider-Man heeft geen ouders. Dat is niet handig als je held wordt, want dan heb je gewoon ouders die zeggen van... nou, zou je niet Doe naar school maar gaan niet. of doen, maar niet. <laughs> dus, dus het is heel handig voor een held als hij geen ouders heeft, want dan moet hij alles... dat is al een thema, ik ben wees, dus dan moet je het al gaan uitzoeken in je eentje. Nou, dat is dan handig. Neo, de Matrix, heeft die familie nergens, zeg maar. Um, dus, dus dat is, dat is natuurlijk van de, de wezenshand thema. Dus die vader is, is er helemaal niet. En de moeder ook niet. Of hij is afwezig, die vader. Nou, dan krijg je natuurlijk het een grote thema van de zoektocht naar de vader. Want dat is dan zo'n identiteitsding. Dat die vader wel ergens is, maar in ieder geval niet in het dagelijks leven. En uh, ja, dat is natuurlijk een fantastisch thema. Blijkbaar, omdat het vinden van de vader lost iets in over de identiteit. En dat is dan meestal ook van een jongen die op zoek gaat naar zijn identiteit. Met, met het hele Darth Vader, Luke Skywalker als ding natuurlijk. Als grote voorbeeld van ja, als hij dan zijn vader eenmaal heeft gevonden. Nou, shit. En dan, ja, dan probeert hij hem ook nog naar de goede kant over te halen. En met heel die. Ja, dus, dus dat. Dan is het, het niet hebben van een vader is ook weer een soort motivatie. om in actie te komen of iets te doen. Maar ja, het meest interessante vind ik, als, en dat zie je heel veel films en ook in het fragment wat ik heb uitgekozen. maar als die vader er wel fysiek is. Maar een soort emotioneel afwezig. Mm -hmm. En ja, dat, dat is natuurlijk mooi, want uh, dan heb je een, 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 een kind die niet op zijn vader kan bouwen. En dat is in films handig, want we hebben conflicten, kunnen we ons afzetten. En heel ons idee van puberteit gaat daarover. Je moet je afzetten tegen je ouders. En terwijl, volgens mij, als ik dan denk het opvoeden en hoe ik dat in mijn werk zie, wat ik tegenkom. Ja, je begeleidt je kind naar volwassenheid toe. En, en het beste wat je kan doen is, is je kind niet veel in de weg zitten. Hè. Je wilt je kind laten opbloeien tot wie die is. Dat betekent dat je een soort dienende rol hebt. Ook weer net wat ik net zei bij die bevalling. beetje. Ja, het is, het is aanwezig, maar het is ook afwezig. Maar dat, dat zit een beetje. Dat, Maak het niet, dat, dat... niet te groot voor jezelf als ouders. Ja, het gaat niet over jou. Terwijl, terwijl in al die conflictfilms met pubers die zich afzetten tegen hun ouders. dan gaat het vaak ook. En zeker in American Beauty, wat we straks een stukje van gaan horen. dan is die afwezige vader, die niet, is, die niet aanwezig is voor zijn dochter, die is wel heel erg aanwezig met zijn eigen shit en zijn eigen zoektocht. En die moeder net zo goed ook trouwens hoor. Daar, Wil jij ja. daar iets over zeggen voordat we daarna gaan luisteren? Nou, misschien moeten we eerst even luisteren. Ja, het is een kort stukje. Ja, waarin de dochter dus iets zegt over haar vader. I need a father who's a role model. Not some horny geek boy who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school. What a lame. -o. Someone really should just put him out of his misery. Want me to kill him for you? Yeah. Would you? Ligt dit maar eens toe? Nou ja, dit is natuurlijk, dit is natuurlijk de, de, de horrorfantasie van, of, van elke ouder, van de, dat je dochter zegt: van, van ja, nou ja, uh, iemand zou me uit zijn lijden moeten verlossen. En, en, maar dat is precies natuurlijk waar heel deze film over gaat. Wat natuurlijk fantastisch in beeld gebracht is, is dat je ziet een man, en, maar die moeder is ook vreselijk in deze film, maar nu gaat het dan over de vader. Ja, die zit in een midlife-crisis. Die, die wordt gek of verliefd of geil van het vriendinnetje van, van zijn dochter. En dat ziet zijn dochter. Terwijl zij zegt, ja, weet je, ik wil niet, niet zo'n vader. Ik wil een rolmodel. Ik wil iemand die mij... Ja, tegen wie ik op kan kijken eigenlijk. Ja, en, maar ja, als, als dat zo zou zijn... Ja, dan zouden we geen film hebben. Want dan hebben we een fijne vader met een fijne dochter. En die hebben het goed samen. En misschien is er af en toe wat gedoe. Maar dan hebben we geen drama. Dus ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk een in inherente film, daar moet een conflict in zitten. En er zit een fantastisch conflict in American Beauty. Maar ja, ja zo'n vader, dat is vreselijk. Ja, de man in de midlife crisis. is een heel interessant onderwerp op deze, dit moment in de tijd ook. Ja. Uh, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat is weer een andere podcast. Dat maakt het wel pikanter nog om, het, om, naar de, om de film nu te bekijken. Hij is uit 1999 uh, alweer. Um, het is een midlife crisis, hij koopt volgens mij nog net geen motor, maar zo'n soort type is het op dit moment eventjes. Hij doet alles verkeerd. Nou ja, ja en nee, want, want het mooie denk ik van, van, van deze film is dat je, dat je ziet de, de relatie vader en moeder allebei. En dan niet in dit fragment, maar je ziet twee volwassenen die in de veertig zijn met een puberdochter die op zoek zijn naar zichzelf. En die, dat, en die moeten dat doen als veertig zijn. Die hebben dat niet eerder kunnen doen, wat voor reden dan ook. Of zijn ze uit de weg gegaan. Maar ze komen op, ja, toch op dat dit-is-alles-moment van doe maar. Van, we hebben een huis, een hond en weet ik veel, en elkaar. En is dit alles? Ja, nee. Want er is geen vervulling. En dan moeten ze dat op dat moment uit gaan zoeken. Terwijl hun dochter, die puber is, tiener, die is dat ook aan het uitzoeken. Ja. Het zijn drie pubers in één huis. Het zijn drie pubers in één huis en dat wordt een zootje. Ja, allemaal last van hormonen. Dus de bevalling is al, uh, is al een rommeltje in de filmgeschiedenis. Op opvoeden is ook een puinhoop. Uh, ja. Iedereen die dit luistert begrijpt het een ja. beetje en het overdrijven zijn. Liefnut, uh, kan jij nog eens reageren op wat Jeroen zegt en op het fragment? Nou, ik denk dat, dat wat ik je ook hoor zeggen is dat er een soort keurslijf uh, is. Ook het idee van dat die dochter zegt: ik wil graag een, rol, een role model hebben als, als vader. En ik denk dat als ik zo kijk naar. Uh, hoe moeders in beeld worden gebracht... en dat hele... Dat, die, dat spanningsveld tussen... dat je die heilige of dat maagdelijke... die alles goed doet, uh, moet zijn. Ofwel je bent de hoer... Of je wel, ofwel je bent de uh, koekoek. Je, wordt, je, je bent gek, zeg maar. Dat spanningsveld, dat, is, dat komt ook voort uit. Dat je, dat je een rolmodel moet zijn. Dat je moet passen in dat keurslijf... van wat de samenleving denkt dat jij zou moeten zijn. En dat is echt... Je, zeg maar, daarin wordt je rol... als moeder of als vader... Eigenlijk losgetrokken van uh, jezelf als mens. En, en dat is wat je volgens mij heel erg vaak ziet. En dat, dat, dat levert dan heel mooi, uh, een he heel mooi een frictie op en heel goed drama. Ja. In die zin zijn films ook bijna zelf het keurslijf... of ze laten het zien om, om uit te breken. Mm -hmm. Kan ik dat zo zeggen? Ja, ik denk dat het anders ook een beetje saai wordt. Want uh, in de voorbereiding dacht ik ook aan de film Another Year... waar je dan, dat gaat allemaal over... En stel die ouder zijn, zeg maar, hè? die dochter is al uit huis. Maar dat is eigenlijk heel saai. Want dat zijn gewoon mensen die, die leven. En die volwassen dochter komt een keertje op bezoek. Uh, nee, zoon. En die neemt een vriendinnetje mee. Of vriendin, want die zijn ook al volwassen. En dat is eigenlijk gewoon heel saai. Dat zijn gewoon de mensen die elkaar leuk vinden. En, en dat, dan, dan krijg je dus ook niet één plaatje, niet één rommel of zo moet het. Maar dan zijn het gewoon mensen waar je naar zit te kijken. Mm -hmm. En dat is een hele fijne film. Maar ja. Als we allemaal in dat soort films zijn, dan hebben we geen conflicten meer. Dus... Ik denk dat je die twee dingen los moet trekken. Dat je film is natuurlijk conflict, want anders is het niks om naar te kijken. Dus dat is, dat is, dat is spannend. Maar als je kijkt, en in dat onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik echt gewoon 84 geboorte-scènes bekeken, maar echt zo super sec. Gewoon aan het tellen. Wat zie ik? En, en daarna pas de analyse eroverheen gedaan. Maar als je echt zo kijkt naar een hele hoop, bijvoorbeeld in dit specifieke geval geboorte-scènes... Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook met opvoeding kunt doen. Of met dat keurslijf of wat dan ook. En als je steeds ziet dat er één bepaald beeld, één bepaald overheersend beeld wordt neergezet. van hoe je als moeder moet zijn. dan in sommige films wordt het wel opgevoerd om er dan doorheen te breken. En, 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 en kun je het er vervolgens over hebben. Maar in zo ontzettend veel films gebeurt dat niet. Uh, maar hebben we alsnog dat keurslijf of die, die manier van representatie, dat je wel je kunt afvragen, wat doet dat? Wat doet dat met de mens? Dat is een hele goede vraag en het brengt me meteen ook uh, bij Henriette Poelman, die, die jullie net al hoorden, het brengt me bij het festival. Um, natuurlijk ligt het er ook maar aan hè, welke films je bekijkt. Hè. Hollywood, zo, hè, zo geweldig als het is, is een stereotype machine ook nu nog. Daarbuiten is het anders. In de arthouse-cinema ligt het soms al een stuk genuanceerder. Um, maar toch, toch gelden daar ook stereotypen. Want ook hier is nu eenmaal zo dat de meeste films nog steeds door mannen gemaakt worden. Daarom ook um, een lange aanloop: het belang van IFA, het festival. Dat elk jaar zoekt naar films van vrouwen die films maken. Of dat nu de actrices, de schrijvers, de regisseurs uh, zijn. die zo de filmgeschiedenis, ook de filmtaal en de beeldtaal, eigenlijk waar Lief net het over heeft, veranderen. Um, Henriette, kun je daar wat over vertellen, over de keuzes van de films uh, van dit jaar in dit licht? Ja, zeker. Um, uh, ik vind dat je dat heel mooi hebt gezegd, die beeldhoud veranderen. En dat is inderdaad, uh, hoe, hoe meer films uit verschillende perspectieven, um, uit verschillende ervaringen je ziet, um, hoe meer je het, 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 het filmlandschap verandert en hoe meer je ook weer een representatievariatie uh, krijgt. Um, de films van Iva dit jaar. Um, ik was natuurlijk ter voorbereiding hierop over aan het denken. Um, wat opvalt is uh, dat er veel Nederlandse makers uh, tussen zitten dit jaar. Um, maar ook dat er een uh, behoorlijk aantal films uh, in de programmering zit... die raken aan het thema moederschap. Waaronder Petit Maman, die je al noemde. Um, de, de films van dit jaar... Er komt direct even een film uh, naar voren. Het is een film die... Um, ik weet niet meer hoe ik erbij kwam, maar ik kwam hem tegen en ik las er nergens iets over. Het was een film die echt onder de radar vloog. En die heette Piccolo Corpo, uh, Small Body. Um, wordt later ook uitgebracht nog in Nederland. Um, draait op IFA nog uh, als internationale titel. Um, het is een film, speelt zich af rond 1900: een klein vissersdorpje en een jonge vrouw uh, bevalt van een baby, maar een doodgeboren baby. En uh, als zij bijkomt na haar, uh, haar moeilijke bevalling, uh, is de baby al begraven. Want je vergeet het wel, je lichaam vergeet het wel. Zo gaat het, je krijgt wel meer kinderen. Um, zij, uh, zij vergeet dat niet uh, zo snel. Um, zij uh, wil die baby, uh, die begraven is zonder naam, wil zij uh, het zieltje van de baby wil zij graag redden. Want een baby die niet... Een naam heeft gekregen die niet gedoopt is, gaat niet naar de hemel, blijft voor altijd in het, uh, in het vage vuur. Um, daarom graaft ze de baby op en gaat ze naar een kerkje ver in de bergen, een mythisch kerkje, waar een wonder zou kunnen gebeuren. Dat de baby ook al is maar voor één ademteug um, tot leven wordt gewekt. Het is een ontzettend mooie film, het is heel sprookjesachtig, het is ook in, een, in het Fruliaans dialect, Italiaans dialect is het gesproken deels... Um, het is een soort reis door bergen, door bossen naar een, een heel, heel ontroerend einde. Um, ze gaat in er eentje op pad met gevaar voor eigen leven, voor haar eigen lichaam, om de ziel van haar baby te redden. Um, terwijl ze weet dat het daarna. Nou ja, ze weet het niet. Ze, ze hoopt dat ze de ziel redt, maar ze weet niet wat er daarna volgt. En het was zo ontzettend ontroerd door die film. Um, ja, Gerlinna ook. Ja. <laughs> um, het is een uh, het, het is ontzettend mooie film op groot scherm te zien ook. En uh, voor mij, als ik aan deze podcast dacht... Uh, het, het zegt heel veel over het ontzettend opofferingsgezindheid... Um, die ten eerste wordt toebedeeld aan ouders. Um, dat je alles, alles in, in, in dienst stelt van je kind. Um, maar ook de ontzettende emotie die daarbij komt kijken. En uh, daarom wou ik heel graag deze film even noemen... Zo schokkend als het is, vind ik om terug te kijken en te zien welke rol moeders hebben gehad, zo grappig is het soms ook. Met vele, vele eigenlijk echt hele rare, te erg cliché-fragmenten en films. En ook nu nog zijn geboortes, opvoeding, de liefde, de dingen waar het dus om draait in het leven, vaak dat erg cliché. Toch is het tegenwicht gelukkig. Kijk maar naar Ifa, naar de films die daar draaien. En kunnen we bijvoorbeeld ook films noemen als uh, Let's Talk About Kevin met Tilda Swinton. Over een moeder die eigenlijk helemaal niets met haar zoon kan en wil, om allerlei redenen. echt verbaasd lijkt dat dit haar kind, haar creatie is. Of die Hours van Stephen Daltry, waarin een vrouw het leven als moeder domweg niet aan kan, weggaat. Dood wil zelfs. Kort geleden kwam De Los Daughter uit met Olivia Colman, op Netflix ook te zien in de hoofdrol. naar het gelijknamige boek van Elena Ferrante. De moeder van twee kinderen, twee dochters, is bij ze weggegaan. Ze kon het niet, ze wilde het niet, ze wilde. Ook nog haar eigen leven. Een grote zonde. Het woord is al gevallen. Zo lijkt het wel. Een moeder die haar kinderen verlaat. Een taboe. Het tegenwicht kunnen we ook vinden in subtielere films. Die niet direct naar die andere kant. de afwijzing van je kind opgaan. maar kiezen voor een meer particulier verhaal. Laat ik het even zo noemen. over hoe een kind haar moeder leert kennen. Haar moeder zoekt. Petit maman bijvoorbeeld. Henriette. We waren bij jou gebleven. Dat doen we nog steeds eventjes. Jij programmeerde de film. Um, het was ook een beetje de aanleiding. Uh, we hebben het over veel meer dingen dan alleen die film. Het was een beetje de aanleiding hè, voor de podcast, het onderwerp van de podcast. Kun je vertellen waarom die film uh, zo belangrijk is in het licht van het onderwerp? En ik zei al, hij is van Céline Chama, die eerder Portrait de la Jeune Vie en Feu maakte. Nou, ten eerste vind ik haar als regisseur uh, ont ontzettend goed. Zij heeft een, uh, een heel uh, open blik uh, hoe mensen de wereld zien, hoe kinderen de wereld zien ook. Um, volgens mij heeft ze er zelf een keer over gezegd dat ze niet specifiek een kinderblik filmt, maar een menselijke blik. Um, maar ja, door kinderen um, kijk je er toch anders naar uh, als kijker. Um, wat ik aan Petit Moment um, zo prachtig vind: ik vind het een hele mooie, um, ik vind het een hele warme en lieve film, heel louterend. Um, ik heb ontzettend gehuild in de bioscoop toen ik die film zag. Lieve, dat knikt heftig. Ik vond hem heel ontroerend. Um, het zal ook liggen aan uh, momenten waarop je hem zelf ziet. Of, uh, het, nou, kom ik zo op terug, maar het gaat um, de uh, film... en ik weet niet hoeveel je wil dat ik over de, de plot vertel. Um, je mag niet te veel verklappen. Maar er is een, een uh, achtjarig meisje dat met haar ouders naar het huis van haar oma gaat. haar oma is zojuist overleden en uh, haar ouders die halen het huis van oma leeg. en uh, in het bos achter het huis uh, gaat uh, Nelly, acht jaar, gaat spelen en ontmoet daar een meisje van ook ongeveer acht jaar. Um, en ze heeft het idee dat ze dat meisje ergens van kent, komt heel bekend voor. Um, doordat zij daar aanwezig is, dat huis leeg haalt en uh, met dat meisje speelt, komt zij steeds dichter bij haar moeder te staan, uh, want haar moeder heeft het heel heeft, heeft het heel moeilijk met het overlijden van haar moeder. Um, en op een gegeven moment gaat Nelly's moeder weg. Ze verlaat haar dochter en de man. En uh, Nelly en de vader moeten het huis verder uh, leeghalen. Op een gegeven moment als je ouder wordt, dan ga je anders naar je ouders kijken. En als ouder ga je anders naar je kind kijken. Je wordt een, uh, eigen, het, het wordt een eigen persoon. Dus um, als ik het even over dochter en moeder heb, als dochter ga je naar je moeder kijken. Je, je ziet dat je moeder een eigen persoon is, dat die niet alles goed doet, um, dat die haar eigen verleden heeft. Je raakt ook benieuwd naar de persoon achter je moeder. Um, je gaat haar soms naar op zoek, je vraagt wat dingen. Um, deze film is een volledige acceptatie van je moeder. Um, met haar eigen verleden en moeilijkheden. zonder dat je het hoeft te vertellen. Zonder dat, je, uh, zonder dat jij verantwoordelijk bent voor de woorden. die de ander begrijpt. Er is een acceptatie, er is een liefde. en die spat gewoon van het scherm. En ik vind het ontzettend mooi in beeld gebracht. en de muziek en de beelden, de, de kleuren, alles, alles draagt eraan bij. Je zegt het in, nou ik wilde zeggen. veel sterkere woorden, maar dat is niet aardig voor uh, de. Er is een die ik zo even wil aanhalen, maar je zegt het enorm krachtig. Um, daar heb ik eventjes kippenvel van. Dat mag iedereen die dit hoort best wel weten. Um, ik ga toch nog eventjes ook iets voorlezen van de journalist die het ook heel mooi beschreef. Ronald Rovers schreef een trouw. Een hele kwetsbare recensie. En het is eigenlijk overbodig naar jouw woorden. Maar ik doe het toch omdat je eigenlijk zelden zelden meemaakt dat een journalist zo kwetsbaar durft te zijn. Hij schrijft, het is een stukje uit de recensie. Dit is een film over de band tussen de moeder en de dochter, tussen ouder en kind, maar ook over de woorden tussen generaties die zelden hardop worden uitgesproken, omdat je de juiste woorden niet kunt vinden, omdat je nooit weet wat je moet zeggen tegen je ouders en je kinderen, want nou ja, alles. En Ronald maakt gewoon zijn zin niet af en het is Oké, okay, dat is zo afgedrukt. Ik vind het echt prachtig. Hij gaat verder. Het is te veel. Ouders geven alles wat ze kunnen. Hoe kunnen woorden je dankbaarheid daarvoor overbrengen? Kinderen gebruiken nog geen woorden voor alles wat ze voelen. Ze zijn gewoon en je bewondert ze op gepaste afstand. Petit Maman is een verbeelding van die onuitgesproken band tussen ouder en kind. Van de liefde, het geluk en het verdriet dat je met elkaar deelt. De schijnbare eenvoud van de film is het dankzij Chamas strakke regie en camera... Geen woord en geen beeld te veel. De film speelt niet per se op de ontroering, maar ontroert des te meer. Het is een moment dat niet kan bestaan. Uit de tijd getild. Een schitterend ongeluk. Dat is toch een mooie aanvulling op wat jij zo mooi zei, Henriette. Um, Jeroen, zou jij daar nog eens op willen reageren? Hè? Ronald noemt ook de regie en de camera. Nou ja, kijk, Ronald Roos zegt van: van hè? Ja, er wordt geen woord te veel in die, uh, in die film gezegd. En dat vind ik eigenlijk ook van, ja, dat is ook hoe hij het nu over praten. Eigenlijk moet je gewoon niks over zeggen. Dat, dat, dit is zo. Ik, ik, ja, ik vond het fantastisch. En ik kwam net met een fragment, uit American Beauty, dat is Hollywood op zijn best. Ik kan er ontzettend genieten van, om daarnaar te kijken. Maar dit is waarom ik van film hou. Dit is en. Ontroerd mij nu ook, want dat grijpt je bij de strot, zeg maar. En dat vond ik zo mooi. En, um, en wat ik vooral mooi vond, en, uh, is dat, dat je ziet dat er een soort, ja, geen oplossing, maar wel een soort heling kan plaatsvinden tussen generaties. Want het startpunt is, is de oma of de moeder die overlijdt, hè, dat, dat, dat zet de beweging in gang, want het huis moet leeggehaald worden. Ja, en dan gebeurt er van alles en dat, dat kan niet of dat kan wel, maar dat maakt niet uit. En, en, en in het contact van tussen de verschillende personages, de, de meisjes ook, vindt heling plaats zonder dat iets gezegd wordt. Dus, dus die moeder die, die is afwezig, maar daar wordt wel iets geheeld, want die, die heeft blijkbaar ook toen ze acht was, moest ze een operatie hebben, ja, dat, dat wordt dan genoemd. Dat was heel spannend en, en daar wordt iets opgelost. En voor mij maakt dat, en dat, maar dat is allemaal interpretatie. Dat zijn dat is, dat is misschien ook, dat zijn al te veel woorden, maar dat die moeder weer terug kan komen. En, hè, als volwassen vrouw, en er wel is voor de kind. En, en nog één ding wat mij opviel: van. ja, want ja, als ze dan eenmaal toch wel over. Want er is zoveel over te zeggen. En, maar wat ik heel mooi vond, is. is is de, de magische blik van het kind, of het magische blik van. Op een gegeven moment zegt die moeder iets tegen haar dochter. Als ze er nog wel is van: hé, hey, weet je, dit is een beetje spannend hier in, in huis. Want in de, in de schaduwen dan komt die panter tevoorschijn, zoiets zegt ze. En dan later komt dat terug. Als dat meisje alleen in die kamer is, dan zie je ook weer de schaduwen s'nachts. Ik denk, ja, dat, dat is niet. Dat gaan we niet afdoen als van. Uh, dat is niet echt. Nee, want op dat moment is het wel echt. En is het wel spannend. En is het gewoon, is dat wel. Hoe? En dan voel je wel even hoe, dat, hoe dingen voor een kind, of misschien wel vanuit die blik van het kind of vanuit die magische blik, of puur vanuit verwondering, opeens dingen gewoon allemaal echt zijn, die wij als volwassenen gewoon wegrationaliseren. Ja, de regisseur koestert echt fantasie van het kind, hè. die is gewoon zo fantasierijk als, als die echt ja, is. Ja, en met de vraag of dat dus fantasie is. Ja. Dat vond ik, het, het is echt op ja. dat moment. Ja, ja, ja. En dat vond ik fantastisch. En, um, dus ja, het heeft mijn liefde voor de film weer uh, opnieuw wakker geschud. Ja, dat, mooi. Uh, dus dank jullie wel voor deze film. Mooi. Absoluut. Um, dank je, Jeroen. Um, Ronald uh, sloot af met de woorden um, over Petit mama's Schitterend Ongeluk. Liefnat, is dat dan weer niet juist ook een uh, mythe in stand houden of, of creëren? Nee, gewoon heel hard nee, want... Het enige wat ik kon denken toen ik de film zag, behalve ook heel erg geraakt zijn. en, en meteen naar mijn dochter boven rennen, de film stopgezet. en nog even gezegd: ik hou van je. en je bent zo bijzonder. want net daarvoor, wat er zich afspeelde, was. ik kom thuis, uh, gegeten. en uh, altijd dat moment van naar bed brengen. en ze is twaalf al, hè? dus ik bedoel dat. Uh, is het moment dat ze verhalen vertelt en vragen stelt. En in die film is er een moment tussen moeder en dochter... waarop die moeder zegt, even, gewoon even, de, even de woorden iets van... Um, bij het naar bed brengen... Ja, je stelt altijd vragen wanneer ik je naar bed breng. En, en dat meisje van acht zegt gewoon heel seks, zegt zich zonder oordeel of wat dan ook... maar ik stel ze wanneer ik je zie. Nou, hij kwam echt zoals een mokerslag in Ik dacht, oh ja, dat was zo'n mooi moment... Zeg maar hoe dat dankzij elkaar heen kan gaan. Dat je behoefte als moeder, omdat je gewoon moe bent en een eind aan de dag wil breien. Maar eigenlijk het kind dat nog aandacht wil en hoe belangrijk dat is. En dat die Nelly dat gewoon zo, dat meisje van acht in die film. Een aantal momenten zegt ze dingen waar echt mijn, mijn, mijn hart van ging kloppen. Maar de tijd stond even stil. Dus nee, wat mij betreft was het echt een schitterend gelukje deze film... Ja, dus die gaat iedereen zien. Iedereen. Ja, en daar wil ik nog één ding over zeggen. Want die vader die doet precies wat hij moet doen in die film. Die is een soort, soort schil. Die is een bedding. Die zorgt dat er eten is. Die is lekker aan het klussen in dat huis. En die gaat gewoon door. Terwijl alles wat plaats moet vinden, kan plaatsvinden. Omdat hij die schil daaromheen is. En dat. Precies. Dat is ook een er... hele bijzondere rol voor, hè, voor, voor een man. Ja, precies. En, en dat is voor, wat voor mij ook, van waar ik net over had tijdens een bevalling... ja, dan is dit, dit is wat je doet. Je zorgt dat het plaats kan vinden. Dus hij zorgt ervoor dat alles wat plaats moet vinden, plaats kan vinden. Ook dat hij het logeerpartijtje mogelijk maakt... met één, met één blik naar, naar ja. het andere meisje. Want het maakt zijn rol inderdaad verre van een uh, oninteressante uh, mannenrol. Het is juist heel spannend, dit zie je nooit Nee, en wat jij net zei, het gaat niet over hem. Ja, perfect. Heerlijk. Ja. Fijne man ook. Ik, uh, ik moet opeens denken aan uh, een film die we eerder uh, twee jaar geleden op Ivan draaiden: um, Eighth Grade. Ik weet niet of mm. jullie die hebben gezien, van Bo Burnham. Um, meisje van 14, denk ik. Elsie Fisher. Uh, haar eerste rol. Um, ze, is een, uh, ze is een beginnend puber, heel erg op, zich, op zoek naar zichzelf en uh, hoe andere mensen haar accepteren. En uh, zij woont bij de vader. Ouders zijn uit elkaar. En uh, die vader die is zo ontzettend supportive. Die ondersteunt haar in alles. Die wil het beste. Die is zo. Die maakt grapjes. Die, die probeert alles om haar maar nou ja, kind-puber te laten zijn. Um, heeft er ook moeite mee dat ze alleen maar op de telefoon zit, bijvoorbeeld. Maar dat vond ik echt een film waarvan je dacht: ja, zo'n rol, zo'n vaderrol, zie je gewoon niet zo vaak. Dan is er iets, dan is er iets moeilijks of zo. Um, of dan krijgt hij een nieuwe vriendin of zo. En ik vond dat zo'n ontzettend leuke rol in eighth grade. En het deed me ook beseffen dat hoe ouder je wordt, op een gegeven moment ga je je identificeren met de ouders en niet meer met de kinderen. Nou, dat vind ik een hele leuke realisatie. <laughs> Die moest er nog even bij. Dat moest er nog even bij. We hebben het over uh, de, de, tot nu toe over de uber goede moeder uh, gehad. De hysterische, de knotsgekke bevallingen, opvoedingen. Um, als je googelt mothers in cinema, moeders in cinema, dan kom je lijstjes tegen van de geweldigste moeders. Uh, heel veel moeder- en dochtertips vooral rondom uh, uh, moederdag. Um, supergevaarlijke moeders, hoe lief ze zijn begaan, et cetera, et cetera. Uh, lief naar het... Deze even kort, als je het goed vindt. Wat doet dat met de kijker? Het feit dat die rol zo meer zoet is of ronduit gestoord? Nou, je mag wel een beetje uitweiden. Uh, heel klein beetje. Nou, ik, ik denk hoe, hoe meer beelden we zien van een bepaald soort moeder, hoe meer dat onze verwachting schept. Ook van onszelf, van hoe we zouden moeten zijn. Dan vervolgens heeft dat iets te maken met hoe we onze rol als moeder. Of als vader, als we het over vaders hebben. Maar hoe we dat ervaren. En vervolgens ook onze mate van tevredenheid. En dit heeft dan te maken met hoe je brein werkt. Die stukjes informatie van wat je ziet in het dagelijks leven. of wat je ziet in film, zeg maar, categoriseert. Dus hoe meer we de moeder zien als iemand die. Uh, die op een bepaalde manier heel goed moet zijn. dus dat meer zoete. of anders is ze knotsgek. Um, dat gaat wat doen uiteindelijk met je zelfbeeld. Met hoe je over jezelf oordeelt. hoe je je voelt misschien wel als. Want het is niet alleen in de films natuurlijk dat we dit zien, het is ook in andere media, op televisie, wat we lezen, in, in glossies, als we die lezen: um, dat beeld van wat je zou moeten zijn en wat je anders uh, als je bent, als je dat niet bent, dus dat je dan gek bent. Dat, daar, ja, daar leef je in, dus. In die zin is dit een hele serieus bedoelde podcast oh, natuurlijk. Ja. Oh, nou, sowieso is, ja. sowieso is die serieus bedoeld, maar ja. we alles door elkaar uh, in dit programma. Het is, het is ook fijn, maar uh, het, is, het is echt zo dat... Um, het is fijn dat film entertainment is, maar ook in films die entertainment zijn, niet alleen het serieuzere werk. Als daar alleen maar clichés worden vertoond, mm -hmm. dan doet dat wat met jou als kijker. En dat is wat je zegt. Dus het is fijn dat die beelden veranderen, ja, voor mannen en voor vrouwen. Ja. Nou ja, dat, en dan, dan ben ik nog iemand die heel veel films kijkt... en die een aantal jaar in de boek heeft gezeten daarvoor. Maar als zo'n film als Petit Maman... Dat, dat zelfs als ik die dan zie, dat ik denk... oh ja, daar is nog... wacht even, er is nog in mijn moederschap... is er nog ruimte om het goed te maken... om die momenten dat ik er niet helemaal ben... Uh, om dat nog te corrigeren, zeg maar. Wat ik ergens wel weet, maar dat, het zo, dat, het, dat die boodschap zo sterk binnenkomt... omdat al die andere boodschappen... Het exact tegenovergestelde zeggen. Ja. En dat je eigenlijk altijd voelt dat je, dat je faalt. Maakt niet uit hoe goed je het doet. Want dat ideaalbeeld van die mierzoete... helemaal perfect functionerende moeder... dat ben je toch sowieso niet. En volgens mij hoe, moet je dat ook helemaal niet zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, nee oké. Okay. Scheijs. <laughs> Jeroen. Ja. Om het over moeders te hebben, moederschap, zijn juist, juist dat ze, we hebben het al meer over gehad. De vaderrol ook erg interessant en belangrijk. Dat is jouw specialisatie, specialisme. Hoe staat het ervoor met de vaders in de films? Um, voor mensen is het belangrijk om zichzelf op een prettige manier te herkennen. We zeiden het net al, we hebben het vooral over vrouwen gehad. Maar ook uh, gewone mannen, geen ubermannen. Uh, niet de superhelden uh, die je al zo. Uh, die je noemde, maar mannen die, die geven om hun kinderen, hun partner bijvoorbeeld. En het is dan belangrijk. Jij zocht uh, op verzoek van mij voor ons een uh, fijne vader film. Ja, Ga los, ja. Ik, ik kwam uiteindelijk kwam ik op een heleboel. Het duurde even, maar toen, dus, dus, ik heb ik, ik, ik noemde een paar, maar die laatste, die, die is echt mijn favoriet. Dus, ik kwam als eerste, kwam op The Greatest Showman, wat wat mijn guilty pleasure is. En die kan blijven kijken, en dan zit ik met de zakdoek terwijl mijn kinderen zeggen: Nou, pap, hij hey, doe even normaal nu, nu een keertje niet ja, met Hugh Jackman <laughs> en die. Wat, wat een soort, soort nou ja, oké, okay, die, die vader die doet een aantal dingen niet zo handig en uiteindelijk is die toch helemaal de vader die hij wil zijn. Dat is een soort successtory, dat is ook weer zo'n Hollywood de musical ook. Maar uh, de mooiste film van afgelopen tijd, want ik heb een beetje gezocht, was toch, dan uh, zeg ik, oh, uh, ik wou zeggen Beautiful Boy, maar die bedoelde ik niet, maar ik bedoelde Call Me By Your Name. Hmm. Wat Beautiful Boy ook een prachtig film is, over vaderschap, ook met Timothée Chalamet. Maar uh, Coming by Your Name, die vader, die vind ik fenomenaal. Want het, gaat, het gaat niet over die vader in die film. Um, even kort: hè, van, van, um, het speelt zich af in een broerige zomer. Uh, vader werkt aan de universiteit en gaat in de zomervakantie in een Italiaans landhuis. Was het Italië of Frankrijk? Mm -hmm. Italië. Italië. Ja, uh, gaat hij verder met zijn, met zijn werk, uh, heeft een zoon van een jaar of 17. En er komt een onderzoekassistent bij, zeg maar, een, een jonge man van 24. En die twee jonge mannen, die, die, die worden gek op elkaar. Er gebeurt iets. En, um, en dan gebeurt er van alles. En die liefdesgeschiedenis komt op gang. En dan gaat die, uh, wordt het hart eigenlijk van die jongen, van Timothée Chalamet, gebroken. En dan helemaal op het eind van de film zitten vader en zoon zitten op de bank. En wat die man dan zegt... Die, die, ja, die, die vertelt iets aan zijn zoon over de liefde. En, en eigenlijk zegt hij met zoveel woorden van nou, ik zag dat je iets heel moois had. Dat jullie samen iets moois hadden. Het was vriendschap, maar het was nog meer dan dat. En dan zegt die vader van, ik heb dat nooit zo gehad. Dus, dus het zeggen mensen die gaan dit veroordelen, want het is homoseksueel, leeftijdsverschil allemaal. Mensen gaan dit veroordelen, maar doe dat niet, want het was zo mooi. En, uh, en ik had het graag willen hebben, maar ik ben de, heb dat nooit helemaal gehad. En, en koester dit. Punt. En dan niet oplossen van: oh jongen, van nee, dit is pijn. Het was mooi. Het is pijn. En, en ik heb het gezien. Geen Hollywood-oplossing. Ga nee, het gaat goed helemaal voor niks. Je want de pijn blijft. Het liefdesverdriet blijft, zeg maar. Hij maakt het niet klein. Hij zegt: nee, ja, volgende, volgende keer geen wel een nieuw vriendje of zo. Nee, maar dit. Is, en daarmee ziet hij zijn zoon helemaal. Mm -hmm. Ja, volgens mij is dat wat je als ouders toen hebt. Dat, dat, je, dat je jezelf zo. In ieder geval in contact met je kind, dat je je eigen stukken soort aan kunt, met je eigen pijn of je eigen frustratie en dat je die niet op je kind projecteert. maar dat je ziet: hé, hey, ik zie dat je pijn hebt. En wat mooi dat je dat gehad hebt. Ja, dat is het mooiste. Dit, iedere, iedere oude of iedere vader zou dat stuk moeten kijken. Dat Moet je dat, dat voor elkaar kunt krijgen als oude, dat is echt uh, dat is fantastisch. Ja, je kind, je kind zien. Ja, helemaal. Dat is de kern van je verhaal. Ja, ja. als vader of als moeder. Ja. Ik kijk even heel indringend alle drie de gasten. Ja. Maar het uh, wordt niet opgevat als een uitnodiging, begrijp ik. Nou ja, het dat? enige wat ik, nou, ik kan er ook heel veel over zeggen, maar ik zal er dit over zeggen. En die bioscoop toen ik de film zag, op zoveel manieren prachtig. En die scène uh, is in volle gang. En ik, ik, ik moet gewoon heel hard huilen. Dus dat betekent dat dat stukje, precies wat je nu beschrijft, heeft me ook zo ontzettend geraakt. Dat die, dat die vader daar. Zijn kind kan zien en ook tegelijkertijd zichzelf niet helemaal terug heeft geschroefd naar zijn, zijn eigen ervaring, uh, die deelt hij ook. En dat is best wel veel, want hij zegt eigenlijk: Ik heb dat nooit met je moeder gehad. Dat zegt hij eigenlijk ook. En dat is ook een heel kwetsbaar moment van de vader, dat hij, dat hij ervoor kiest om dat ook nog ja, te vertellen. is prachtig te ja. vertellen. Dus, uh, Dank je. Heerlijk. Kind, kinderen zien of misschien elkaar zien. We gaan even luisteren naar een volgende, laatste kort fragment um, uit een interview met uh, Greta Gerwig, de regisseur van Lady Bird en ook Little Women. Um, en zij zegt, um, zij zegt, heel kort iets um, wat ik heel interessant vond. En voor mij, I wanted to create a movie that had a mother-daughter relationship at the center of it because I just think it's such a complex, interesting, rich relationship and er zijn niet genoeg films over het, gezien hoe geweldig het is. Het voelt een beetje alsof het een soort goudmijn van liefde, conflict en and drama and is. Behalve dit interview met Greta Gurk, waarin ze praat over haar uh, film Lady Bird, vond ik ook deze quote van haar. De meeste films worden nog steeds door mannen gemaakt. Als die met zussen zijn opgegroeid of als ze zelf dochters hebben, dan weten ze wat het is. Maar als niet, dan hadden ze geen idee dat dit is hoe vrouwen ruzie met elkaar maken of van elkaar houden. Ik denk dat toen ze mijn film zagen, een wereld zagen waarvan ze niet eens wisten dat die bestond. Nou, ik durf best te zeggen, toen ik die quote las, dat ik... heb ik heel lang over na moeten denken. Van, als dat echt zo is. Onze geluidsman klinkt, oh, knikt ook aandachtig mee. Dat is best schokkend, toch? Ja. Um, maar goed, Harriet, uh, wil jij daar nog eens uh, op reageren? Op wat zij net zei en uh, wat ik voorlas? Ik, ik denk dat wat, wat je voorlas, ik denk dat um, dat, dat alleen maar het belang van, uh, van verschillende stemmen in cinema en in kunst überhaupt um, onderstreept. Hoe meer perspectieven er zichtbaar zijn. Um, hoe breder je wereldbeeld, hoe meer begrip je voor elkaar opbrengt. En hoe meer je je realiseert dat de wereld eigenlijk alleen uit grijs tinten bestaat. Zolang je naar het, het uiterste gaat, het ene of het andere uiterste, dus dan, ja, dan, dan verlies je elkaar eigenlijk. En als je die quote van hoe vrouwen ruzie maken en van elkaar houden: um, ik denk dat het vooral heel menselijk is. En dat, dat uh, er een heel erg extreem kan zitten aan hoe vrouwen of hoe mannen met elkaar ruzie maken, maar dat het meeste ergens in het midden ligt. Mm -hmm. um, en hoe meer je in het midden kunt zien, hoe meer je kunt verplaatsen in de ander. Over Ladybirds zou ik graag nog willen zeggen dat ik uh, die moeder dochterrelatie vond ik fantastisch in die film. Um, die, die moeder, die, nou ja, wat ik net ook zei, als je ouder wordt, dan identificeer je je moment met de oudere generatie in films. Um, en je snapt gewoon, als, als, als je zelf niet meer 17 bent, snap je hoe die, uh, hoe die moeder erin staat en waarom ze allemaal doet wat ze doet. Um, en Sharja uh, Ronan, um, de, de Lady Bird uit film, uh, is een van de meest fantastisch gespeelde pubers. Ooit, hoe zij uh, warm, koud uh, meegaat met dit, met dat. Hoe ze op de bank hangt. Um, hoe ze opeens iets ontzettend belangrijks vindt. Um, ik, ik vind haar fantastisch en haar moeder. En dat zet je tegenover elkaar en dan krijg je toch een botsing. Uh, ja, die iedereen die een beetje heeft gepubert wel uh, moet kunnen herkennen. Een botsing die moet. Ja. Ja, en waar je dan uiteindelijk weer sterker uitkomt. allebei. Uh, maar hoe die moeder in beeld is gebracht, ja, uh, als je aan de ene kant staat, dan uh, denk je dat het een verschrikkelijke monstermoeder is. En als je aan de andere kant staat, dan denk je, ja, natuurlijk vindt ze dit belangrijk om op te wijzen. Um, en ook daar denk ik dat het uh, belangrijk is dat je, dat je elkaar ziet. Dat gaat ook in die film heen en weer. Op sommige momenten zien ze elkaar ontzettend ja. goed en op andere momenten sluiten ze... ...zich af voor elkaar. En het is ook moeilijk, die communicatie tussen zijn. En het jojoot als een dolle hond ja. uh, heen en weer. Het gaat heel snel, hè? zoals in het echt. Ja. Dus uh, uh, als je Lely ziet... ...dan weet je hoe oud je zelf bent. Dank je wel. Ik uh, wil heel graag uh, mijn gasten uh, bedanken. Liefnat, Faber, Jeroen de Jong... ...Harriet Poelman. Uh, Dank je wel voor jullie bijdrage. Um, dankjewel Reinder voor de techniek, Reinder van de Put. Uh, Lisbeth Glas moet ik bedanken voor de medewerking en voor de plek die jullie niet kunnen zien, waar we uh, heel fijn uh, hier kunnen zitten om dit te mogen opnemen. En als een echte Jerry Springer, wie kent hem nog, wil ik afsluiten met een final thought. Van vrouwelijke filmpersonages werd vaak gezegd, en ik spreek een beetje met Liefnat, uh, dat ze Madonna of Hoer waren. Er waren voor ons dus maar twee opties, niet alleen in Hollywood, ook in de zogenaamde Arthousefilms, die tenslotte evengoed, dat zei ik ook al, vooral door mannen werden gemaakt. En net zoals hun commerciële counterparts in Hollywood reduceerden ze vrouwen vaak tot platte plaatjes, en dus waren ook daar de moeders, of zo gek als een klink, zo zou mijn moeder dat zeggen, of die lieve goede vrouw die voor zichzelf niets nodig heeft. Alles voor het kind, alles voor de man. En nou, uiteraard schilder ik met grove streken. Wie wil zichzelf daar nu in terugzien? Nee, wie kan zichzelf daar nu in terugzien? Film imiteert het leven en het leven imiteert films. Het is dan ook niet zo gek dat ik veel vriendinnen, uh, zo vanzelf als ze ook met hun kind omgaan, ook zie en zag worstelen met Doe ik het wel goed? Eerlijk gezegd, veel meer dan de vaders. Als de cultuur waarin je je begeeft je reduceert, je maar, je maar weinig opties geeft en je dat dus ook terugziet in het museum en in films en in liedjes, op de werkvloer en in je eigen familie, is het niet zo gek dat je twijfelt. Is film dan zo belangrijk? Bepaalt het ons leven dan zo erg? In ieder geval meer dan veel mensen denken. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Simone de Beauvoir, en het is toevallig dat, daar las ik onlangs over, heeft het geen zin om slechts voor de bune aan wat quota te werken? Als we ons gedrag niet aanpassen. Als de giftige, door mannen gedomineerde cultuur. die nog steeds de onze is, niet verandert. literatuur, kunst, films, games, televisie. kunnen hier wel degelijk een grote rol in spelen. En hopelijk is dat de boodschap. Dat is een beetje een truttig woord, ik weet het wel. als de boodschap die je ook hebt gehoord in deze podcast. De films op IFA. Ga naar dat festival. En als je geweest bent, als je dit na het festival hoort. wat was het, leuk hè? De films op IFA bieden je een kijk op de wereld die divers is. Laat je dromen over werelden fantaseren, bieden een rijkdom en beeldenpracht of drukken je met je neus hard op de feiten. Sla je om de oren. Een spiegel, herkenning of verbazing of confrontatie of een reis, een droom en bevrijding. Take care of yourself, zo moet ik afsluiten. Take care of yourself. En John Mothers. Dat zei Gary Springer altijd net een beetje anders. En zo moest ik het deze keer zeggen van Henriette. Dankjewel.